Hallo mensen, welkom bij de derde budget video. We zitten er nog middenin, we zitten op dag 11. Het gaat best wel goed eigenlijk. De afgelopen week heb ik kunnen zien dat ik boodschappen heb gedaan en dat we 3 dagen dezelfde dingen gegeten hebben in de avond. Ik had zelfs voor woensdag, dus voor gisteren, boodschappen gedaan. Maar dat hoefde niet, want we konden 3 dagen van die lasagne eten. Dus vandaag hoeven we ook geen boodschappen te doen. Deze week hebben we wel een uitdaging. Vorige week was mijn uitdaging natuurlijk om met het OV te reizen. Deze week is de uitdaging om even iets lekkers te bestellen, even onszelf te trakteren. Dus dit weekend of morgen, nou niet vandaag denk ik, maar morgen of dit weekend gaan we bestellen of patat halen of wat we maar willen. We hebben vorige week al 7,50 daarvoor gespaard en we gaan van het budget van deze week ook weer wat afhalen, zodat we kunnen bestellen of halen. Maar in ieder geval hoef ik een dag niet te koken. Dat heb ik de afgelopen 3 dagen ook al niet gedaan, dus op zich. Mocht je nieuw zijn bij deze serie, er staan er al 2 online. Elke donderdag komt er een food video, een budget food video. In ieder geval gaan we beginnen met dag 11. En vandaag gaan we eindelijk, na maanden, onze keuken behangen. We hebben een heel leuk behangetje gekocht. Ik denk al ruim 4 maanden geleden of zo dat we deze gekocht hebben. Maar we hebben dus een leuk behang. En Ghislaine, de moeder, komt vanmiddag ons helpen om dit op te hangen. Want die is echt een ster in behangen. We hebben natuurlijk dit een paar maanden geleden laten stukken. Tenminste, hebben wij niet gedaan. Hebben de woningbouw gedaan. Deze maand komt als het goed is ook de nieuwe keuken. Fingers crossed. Niet heel budget, maar ja, goed, dit hadden we al in huis en dit wilden we sowieso een keer gaan doen. Hebben we voor gespaard, laten we het daar maar op houden. En ik heb dus een smoothie, want dat was vorige week niet de opdracht, maar wel dat we dachten we willen wel eens even iets anders in de ochtend. Ultra blend? Wow, sick gek! Wat lekkere smaak op zich. Niet heel zoet. Op zich redelijk budget, want volgens mij zo'n pakje haalde je voor 1,50 of zo. Banaantje erin. Nou ja, is dat budget? Nou ja, op zich. Ik vind dat wel lekker, die pietjes. En dat vind je dan weer wel lekker, terwijl je altijd met zeempjes en zo zit je als... Het wordt gefixt. Ik voel me een beetje nutteloos. Je bent ook nutteloos. Oké. Ja. Oké, ik kan uiteindelijk wat gaan doen. Ik ga een baantje invetten. Niet invetten, maar met lijm bestrijken. Zo kom je trouwens de tijd wel door, hè? Als je in de budget zit. Gewoon, je moet gewoon een bankertje... Ja, maar schat, mijn handen kost geld. Ja, maar hier hebben we heel lang voor gespaard. Klaar. Na 6 uur heb Ghislaine, de moeder en de broer vooral gedaan. En het laatste stukje heb ik nog een beetje meegewerkt. Ja, ik vind het leuk. En dat in de budget, hè? Ja. Toch wel. Nou goed, ik ga nu even aardappeltjes maken, want die hadden we natuurlijk nog. We hadden nog spergiebonen over van de week. En als klap op de vip had ik van de week bij de Aldi 2 kaasnietsels gekocht. Even die snitsel proberen. Voor mij was het helemaal uitgelopen. Mm. Wel lekkere kaasnitsel gewoon. Die airfryer die wij hebben gekocht, echt top ding. Vind je niet dat we te veel dezelfde dingen eten, dat je een beetje klaar mee bent? Nee, I love it. Ik mis het bestellen namelijk wel. Weet je wat ik dacht vandaag? Nee? Zonder gekheid. Die maas die we vandaag hebben gegeten, zou ik elke dag wel kunnen eten. Wat we vandaag hebben gegeten? Ja. Dat zou je elke dag kunnen eten? Ja. Dat is een challenge, een maand lang hetzelfde eten. Maar op zich, heel eerlijk, valt het me reuze mee met hoe deze challenge gaat. En we doen echt alles, hè. We doen, ik heb het OV dat geld eraf getrokken. We gaan, deze week gaan we bestellen. Ja, qua dingen die we nog moeten halen, wat op het lijstje staat. Ja, dat moet ook wel haalbaar zijn. Dus ja, het is dus tot nu toe best wel te doen. We hadden het er net over.
Het heeft ook natuurlijk deels te maken met dat het... Ja, je kan niks doen. Niks is open, dus het is in die zin ook wel redelijk simpel. We worden niet echt uitgedaagd dat we door de Leidse Hagen lopen of zo, of de mal. En dat we denken, oh, ik zou echt dit wil ik ook wel. Je hebt helemaal niet die verleiding om je heen. De meeste mensen zitten toch binnen, dus je bent ook niet verleid met kijk wat die eens doet en kijk wat die doet. Nee, dat is ook wel zo, hè. Dat is wel echt een verschil. Waarschijnlijk komende zaterdag gaan dingen weer open, dus misschien dat de volgende deel van deze challenge misschien wat moeilijker gaat worden. Ja. Dat we dan wel weer dingen gaan doen en wel weer zien dat mensen dingen doen. Ik moet wel zeggen, dat is wel een van de dingen die ik gemist heb. Dat we niet even lekker iets konden bestellen. En we zitten nog niet eens lang in deze challenge, maar dat je dan toch even denkt, ah, jammer. Ja, maar je moet er ook wel van uitgaan dat wij normaal gesproken echt minimaal 1 keer per week bestellen. Ja, dat is waar. En als het kan weer. Als het kan weer. Nou, we hadden wel in de kerst hadden we wel een week waarin we 3 keer bestelden. Dat vond ik ook wel weer een beetje overdreven. Moeten wij deze week eigenlijk weer even een leuke to go to go fixen. Dit weekend. Misschien dat we morgen even dan weer leuk. Ik kom niet. We hebben niet echt heel veel in de buurt of zo. Maar het is nu al prima weer. Het is niet aan het regenen. Salade, sappen, zuivel. Ja, maar dit is wel leuk. Want als je bij een to go gaat, dan hebben ze niet vlees liggen. To go is best wel... Ja, of misschien een broodje met vlees. Maar zullen we zoiets doen? Maar hebben ze ook in Den Haag, hè? Ja, waar zit het dan? Dit is de Haagse Hogeschool. Dat is echt tering ver lopen. Vandaag om 18:30 tot 19:00. Oeh. Ja, is goed. Oké, dus we hebben nu nog voor deze week... Even kijken. Dus we hebben €5 uitgegeven... Dus we hebben nog €30. Dit is eigenlijk echt wel sick, maar dat heb ik al veel eerder gezegd. Als je het eruit haalt, dan is het ineens lijkt het ineens meer. Als dat je het op je digitaal hebt, op je bankpas. Yeah. Want nu hebben we 60, 70, 80, ik weet niet hoeveel, €85 nog maar. Nee, maar schat, even tussen jou en mij, hè? Ja. Gewoon even realistisch kijken. Even realistisch. Het is natuurlijk €50 per week, is niet veel. Nee, is heel weinig. En zeker, kijk, nu door die lockdown is het natuurlijk wel anders. Maar ik denk dat de komende week misschien wel wat lastiger gaan krijgen, aangezien alles weer open misschien gaat. Have a nice evening. Bye. Ja. Zo, we zijn klaar. Ik neem een tasje mee, want de vorige keren dat ik Too Good To Go ging halen, was ik altijd een tasje vergeten. Maar nu zitten we in de Budget Challenge en hebben geen geld voor tasjes. Dus neem ik er eentje mee. We gaan nu dus ook vanavond waarschijnlijk hetgene eten wat we krijgen. Ja, dan moet dat natuurlijk wel avondwaardig kunnen zijn. Dat weten we niet. Dus wat we eten vanavond is voor ons ook een grote verrassing. Wat hoop jij dat erin zit? Ik hoop iets van een lekker broodje of zo. Ja, op zijn minst gewoon een avondwaardig iets. Maar ja, goed. Als dat nou niet zo is? Dan gaan we het mixen met aardappels. Dan gaan we het mixen met aardappels. Tip, aardappels kopen, daar kan je alles mee doen. En we houden heel erg van aardappels, dat is misschien ook wel het fijnste. Maar met aardappels kan je echt heel veel. Niet alleen gaan we dus een Too Good To Go box halen, maar de Too Good To Go box is ook nog eens een half uur lopen. Dus we hebben ook nog gelijk een beweging erbij. Zijn we wel laat thuis trouwens, om te eten. Huh? Zit ik net te bedenken, zijn we wel laat thuis. Want er moet ook een half uurtje nog teruglopen natuurlijk. Oh ja. Dat is het leven. Nee, ik zeg, als we er echt voor €12 in moeten gooien, ja. Komen ze met 3 wraps, zijn ze al gebakken. Ja. Snap je? Maar je verwacht toch altijd net even iets meer. Ja, dus we verwachten niet heel veel, maar we verwachten denken... eigenlijk zo'n tas, maar... Hoe? Zo'n tas. Maar je gaat denk ik weglopen met gewoon een klein goodiebagje. Heb je? Zo? Ja. Aardige tas. Moet je het even kijken of... Cake en een chocolade letter. Het Cake. Is niet echt de avondeten zo te zien. Nee, het wordt snoepavondje. Oh, een croissant. En een salade. Salade? Salade en een croissant. Cake. En tomaatjes. Nou, dat gaan we lekker, schat. Ja, gaan we wel even lekker? Ja. Dan gaan we hem even unboxen, gaan we even naar huis lopen. Ja. Toch? Ja, come on. Aardig wat gekregen. Of het heel lekker is allemaal bij elkaar, weet ik niet. Maar ik ga het even laten zien. We hebben 2 chocoladeletters. Schuimkransjes. Een kip bacon pasta salade. Chocoladecroissant. 2
kip, pesto, bakje met drijfjes, appel, peer, frambozensap, 2 gevulde oliebollen, nog een bananenbread, appeltaart, kruidnoten, soja, bonen, wakame, geroosterde sesamdressing. Nou ja, goed, we hebben wel genoeg. Ik ga deze 2 gewoon bakken, want hier zit paprika ook in. Wij eten het warm. Ik denk dat het ook wat lekkerder is. We hebben in ieder geval een sapje erbij. En een chocoladebroodje als toetje misschien. De oliebollen, dat ga ik niet meer doen. Daar heb ik echt geen zin in, dat die proeverij. En dit was niet de hele lekkere oliebol. Ja, een beetje een lichte frambozensmaak. Niet echt peer, niet echt appel, maar... Dan wel lekker op zich. Beetje een snoepje. Ik denk niet dat deze passensalade hetgene was wat we voor ogen hadden. Maar goed. We moeten het er maar mee doen. Het ruikt niet heel verkeerd. Is het een beetje te nassen? Ja. Ja? Oké. Een beetje weinig smaak. Ja, hij is wel aardig. Maar meestal denk je bij dit soort dingen dat het heel zout is, maar dat valt wel mee. Volgens mij zit er eentje die ik ooit wel eens heb gegeten bij 35% korting video. Maar je vroeg net of het te doen was in de budget challenge. Het is dit keer beter te doen dan de vorige keer. Oké, je kan natuurlijk weinig. Heb jij daar ooit trouwens rekening mee moeten houden of gehouden? Jij niet echt, hè, volgens mij. Nee. Ook niet als toen je met mama net samenwoonde of zo? Nee. Ook niet. Toen werkten we allebei. Alles was niet zo godsgruwelijk duur. Merk je dat ze ook het verschil? Ja, alles was zeker 20% duurder geworden. Ja? Ja. Ja, ja bizar hè. Dat merk je ook wel als je nu naar de supermarkt of zo gaat. Denk je zo. Inderdaad, ja. Eigenlijk sommige dingen zijn best wel duur. Dat ik normaal niet echt over nadenk. Omdat ik denk van ja, ik heb er toch trek in. Maar als je nu er echt op moet letten, dat je denkt van wow. Dat is eigenlijk best duur om bijvoorbeeld een avocado te kopen. Avocados zijn sowieso duur. Ja, ze zijn echt heel duur. Nou, het is ook helemaal niet mis, want je wordt wel inventiever natuurlijk met het maken van je maaltijden. Ja, nou, dat merk ik zeker. Ja. Ik merk, Freek er maar niet onder leidt. Freek heeft gewoon zijn eten, die krijgt ook gewoon zijn eten. Ik heb dat ook allemaal uitgerekend, dat was iets van 50 cent of... Ja, voor mij 50 cent per dag. Dus dat hebben we ook al gelijk van het budget afgehaald. Okay. Dus die heeft niks tekort. Wij gaan vanavond bestellen. Ja. Daar heb ik wel zin in, dus veel plezier, doe Rally de groeten en ja, we spreken elkaar. Oké. Hou je taai, hè? Is goed. Doei! Wat ik wil bestellen? Hmm. Ik wil gewoon met friet met jou delen. Misschien moeten we even saus... Friet delen? Ja, dan gaan we weer hoor. Hij wil geen frietje delen. Nee, maar ik dacht, misschien moeten we even saus halen. Ja, we moeten sowieso saus halen. Dan kopen we een grote friet. Maar is dat niet te weinig? 2 snacks. 2 snacks en een milkshake. Waarom een milkshake? Ja, maar omdat we hebben hiervoor over. We kunnen ook gewoon een bak ijs halen en in je blender stoppen als je dat wil. Is lekker trouwens. Dat deed ik vaak, hè, vroeger. Om een milkshake te maken? Ja, en dan kocht ik gewoon zo'n bak ijs naar allemaal verschillende. Weet je, dan soms een aardbeienbak. En soms iets anders, of merengue of zo. En dan gooi ik de volle melk bij. Nou, lekker. Top. Dus we gaan zelf een milkshake maken? Dat is alsnog duurder, denk ik. Nee, volle... Nee, natuurlijk niet. Goedkoop ijs. Dat vind ik wel lekker. Ik vind het een goede zaak dat we gisteren dit hebben gehaald. Ook een stukje? Dit is de eerste chocolade van het jaar. Het is weer gedaan. Alles is gedaan. We gaan naar de Hoogvliet. We gaan even boodschapjes doen en dan gaan we daarna bestellen. Hij was tot 9 uur open. Ik had maar even gekeken voor de zekerheid. Ik kan ook patat zelf maken, maar ja, je wilt toch een beetje bestellen. Dus de opdracht en een eigen milkshake. Dus eigenlijk is het half bestellen, half zelf maken. Maar met de hoop dat we met bestellen niet zoveel kwijt zijn. Ja, maar moest je trouwens... Je moet toch een bepaald aantal geld kwijt zijn bij, om te bestellen. Ja, maar ik heb een keer bij... En dan weet ik nog niet of het sluis of de kwijtdraai was. Maar ik heb een keer voor 8 nog wat afgerekend. Oh, oké. Okay, nou ja, misschien dat het wel lukt. Dan willen we eigenlijk een pindasaus. Ja, ja. Pindasaus. Maar we hebben ook mayo nodig. Mayo, pindasaus en melk. Kan ik melk. Ja, dit gaat duur worden. 10 heb ik bij me. 10? Maar dat is ook voor bestellen, of niet? Nee.
Want we hadden 57, we hebben 57 nog tijd liggen voor het bestellen. Bakkerbal smaakje. Die bakkerbal zijn toch goedkoop of niet? Ja, dat lijkt me wel. Je hebt vanille eigenlijk voor 99 cent van Quini, maar die zie ik niet echt. Oh, dat is deze. Dit is een euro. Wat doen we dat dan? Deze weer, hè? Ja. Dat is de goedkoopste. Oké. Okay. Milk. Oh, we moeten snel weten tot 8 uur bezorgen ze. Shit, sorry, schat. Een grote patat. Ben je nu gestrest? 10,50 euro, bitch! Ben je blij ermee? Ja, best wel. Ja? Freek, ben jij er ook blij mee? Hey, Freek, hallo. Freek is een L. Hey. Ja, dit is heel raar. Freek doet dus iets heel raars als ik op zijn kont zit te krabben. Gaat hij zichzelf zitten likken? Zijn er meer mensen die waar een kat dit van doen? Hij lijkt nu net op de kat van Sabrina. De Teenage Witch. Je vindt dat een beetje raar, hè? Dat hij dit doet. Ik vind dat een beetje vies. Hier gaat hij weer, hoor. Het lijkt namelijk alsof hij er wel heel erg van geniet. Ja, hij lijkt er iets te veel van. Freek, geniet je er iets te veel van? Ik ga dus even een lekkere milkshake maken. We hebben van de feestdagen nog Ferrero Rocher in huis. Het leek me wel leuk om dat erin te doen. Dan maak ik een Ferrero Rocher shake. Okay. De deur ziet er wel goed uit, gek. Ja, gaan we heel snel. Got a burger. A burger to test. De bacon is heel krokkie ook, volgens mij. Kijk, dit is de bacon. Die ziet er ook wel echt goed uit. We horen. Nu even de milkshake proberen. Oh, die is wel lekker. Lekker zoet. Ik weet nou niet of we nou goedkoper uit zijn door zelf de saus te halen. Dan heb je natuurlijk voor meerdere dagen saus. Een solid 10. Ja, dat is toch echt wel cool. Heb je niet het idee dat je er meer van geniet nu je denkt van... Ja. Ja, hè? Ik denk dus altijd dat ik meer op kan als dat ik kan. Freek heeft nog wat zin om het op te eten. Freek, wil jij? We gaan het likken. Nou mensen, het is inmiddels tijd om naar de slaapkamer toe te verhuizen. De beste dag van je leven, dit? Serieus, dit? Ja. Nou, dan weet ik wel beter hoor, heel eerlijk gezegd. Dat is de beste dag. Oké, nou goed. Freek, ga je lekker slapen, vriend? Je gaat dadelijk eten krijgen, maar dat komt automatisch uit je voederbak. Dat hebben we afgewogen, want anders krijg je dadelijk veel te veel eten. Hou je bek, slaap lekker. Tot morgen. Dag 15. De dagen gaan op zich oké. Het enige wat ik jammer vind is dat als ik iets online zie dat ik het niet kan kopen. En dan denk ik van, kut, ik kan het niet kopen. En afgelopen weekend zijn de winkels ook weer open gegaan. Nou hebben we daar nog niet echt iets mee gedaan of zo. We zijn ook niet naar de winkels gegaan. Maar het jeukt een klein beetje. Het enige wat ik wel heel vervelend vind, ik moet vandaag weer boodschappen doen. Want we hebben echt bijna niks meer in huis. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dan moet je weer gaan kijken van, oké. Wat kan ik wel kopen, wat kan ik niet kopen. Het is fijner door een supermarkt te lopen en niet heel erg erover hoeven nadenken. Het is niet dat ik helemaal niet erover nadenk, maar ja, als ik ergens trek in heb, dan koop ik het gewoon. Kilena zal trouwens wat meer op de achtergrond aanwezig zijn. Ze doet wel mee met de challenge, dus ze gaat niet ineens anders eten of zo. Maar het gaat even niet zo lekker. Het heeft niets te maken met tussen ons, maar iets op een ander vlak. Wanneer ze er wat meer puff of zo voor hebt, dan zal je het zelf vanzelf wel zien in de video's. Maar ze gaat even een tandje lichter. Ik hoop in ieder geval dat mijn haar er vandaag even af kan. Want daar word ik echt gek van. En ik kan op zich wel besparen om naar de kapper toe te gaan. Maar het leek ons wel leuk dat mijn haar door Guylaine gedaan werd. Laten we maar beginnen met dag 15. Het is ook lang, hè? Vind je niet? Het is lang. Guylaine heeft het dus nog nooit gedaan. Dat moet ik er even bij zeggen. Dus ik huiver wel een klein beetje hiervoor. Met welk standje doe je? 16? Dit is de grootste, hè? Ja, 16. Schatje, het is al korter. Dat is toch al goed gedaan? Ziet er niet zo best uit. Ik voel het echt alsof iemand gewoon mijn happen uit mijn haar aan het halen is. Schat, dat moet je niet doen. Nee, dat weet ik dat niet meer doen, maar dat is zo lange haar.
Oké, doe maar. Ik wil het echt doen. Wat gebruik je nou als je haar in je nek weghaalt of zo? Dat doe je met de scheersding zelf. Zonder een kopstukje. Oh, echt? Mm. Nou, heb ik wel niks gedaan, toch? Ja, dekt uiteindelijk nog steeds, dus. Is toch wel goed? Ja. Nou, dat is netjes. Ja. Maar dit is dus een uit later. Ja, alleen aan de zijkant daar is een uit. Nogmaals, schat. Sorry. Als ik zo... Ja, moest bijna huilen. Controlling day. Maar dat was niet de bedoeling. Heel emotioneel en die was zo onaardig tegen me. Ja, dat was niet de bedoeling. Sorry, schat. Even een foto maken naar mijn ma sturen. Nou, dankjewel, schat. Alsjeblieft. Kijk, wat denk je? Moet ik het zo houden of zeg je van dan doe maar dan millimeter? Nee, ik vind het hartstikke leuk zo. Ja, ook die hap daar? Ja, dit is een beetje maar... Snap je, dat zag ik heel de tijd, waardoor ik dacht van... Want ik zat aan die kant daar ook. Daar is misgegaan, maar ik snap het niet. Ik heb er helemaal geen grote kop op gezet, joh. Nee, maar snap je dit als je dat daarnaast ook ziet? Het is een beetje rare stukjes, hapjes of zo lijkt het een beetje. Want dit nog, ja, maar ik kan hem hier wat korter doen. Ja, maar dat heeft helemaal geen zin, want dan moet je het aan de andere kant ook gaan doen. Ja, omdat die kant ziet er juist goed uit. Ja, nou ja. Dat is het enige hap, schat. Wel verkeerd, want het is wel mijn goede kant. Dat. Nee joh, weet ik veel. Geen goede kant. Ik ga boodschappen doen voor de rest van de week, zodat we gewoon in één keer alles hebben. Daar kan ik van alles van maken. Oh ja, en ik moet natuurlijk nog opdrachten uitvoeren. Ik denk dat ik even een tientje mee ga nemen. Ga ik namelijk niet meer dan dat uitgeven. Ik denk dat ik hier wel echt wat dingetjes voor kan kopen daar. Is dat slim? Nou, ik ga het gewoon doen en dan zie ik wel en anders ga ik wel een keer heen hier. Maar ik neem nu een tientje mee. Ik bedacht me net. Het lijkt net alsof ik het enige wat ik doe op de dag naar de supermarkt gaan en eten maken en eten en alleen maar met eten bezig zijn. Wat basically ook wel zo is, maar dat is bizar eigenlijk. Dat dacht ik nu pas over na van. Maar goed, ik heb wat dingetjes gehaald. Zelfs binnen het budget gebleven. Nou, net niet. Het was 50 cent te veel. Maar ik heb ook voor Guilaine wat gehaald. Dat niet zo goed in de vel voelde. Zei ik van, wil je nog wat hebben? Toen zei ze, ja, ik wil chips. We hebben nog helemaal geen chips gehaald. Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon een partypack halen. Chips. En, omdat ze het graag wilden, een colaatje. Dus, heeft ze tenminste nog iets. Ik ga vast in ieder geval even hier opruimen. En de salade in elkaar zetten. De aardappels alvast koken. Ja. Laat ik maar alvast beginnen met eten maken. Voordat ik daar opmerkingen over krijg, deze kip komt uit de video waarin ik 50% korting bij de Jumbo Leef. Die is al online gekomen, mocht je die nog niet hebben gezien, kan je die checken in beeld. Maar die heb ik dus bij de Jumbo toen gekocht, gisteren is dat. En is dus best wel goedkoop, ook al is het biologische kip, heb ik hem heel goedkoop gekregen. Ik weet dat jullie nogal opletten soms, dus ik denk ik zeg het maar alvast. Zoiets zou ik ook maken als ik gewoon geld had. Die aardappeltjes zijn toch weer anders dan dat je ze als blokjes bakt, hè? Ook, schat. Wat vind je van de kip of heb je dat nog niet op? Lekker. Ik geef dit een 8. Ik zat vandaag nog te denken trouwens om een wijntje mee te nemen. Een wit wijntje voor bij het eten. Maar ik dacht van ja, oké, dus dat is wel. Dat was 1,30 had wel gekund. Nou, niet met budget dat ik bij me had overigens, maar... Mm. Hoe doe je dat met alcohol? Want dat is best wel duur, denk ik, toch? Of je doet dan alleen wijn en bier of zo?
Maar dan nog goedkoper. Bier is nog goedkoop. Ja, bier is goedkoop. Ik wil dus even een statement maken. Morgen, het OV-kosten hoeft niet van het budget af te komen. Nee, maar dat is zo. Want stel je voor dat je reiskostenvergoeding hebt naar je werk. Dan ja. Hou je het ook niet van je budget af. Nee, dat is logisch. Oké. Okay. Ja, maar ik zit er altijd over na te denken. Ik denk, ja, eigenlijk, ja, ik krijg het wel terug. Het zit in het budget. Ja. Then it good. Then it good. Tot morgen. We hebben geen brood meer. Of we hebben alleen nog een brood in de koelkast, in de vriezer. Alleen die vind jij niet zo lekker. Bruin brood. Dus Guylaine vindt dat vies. Toch? Ik vind het gewoon smerig. Noten en zaden, dat is niet haar ding. Laat het daar maar afhouden. Maar er is dus hier een bakkerij in de buurt. En we dachten, nou laten we weer voor de komende week even brood in huis halen. Bakkerij Klink. Een magic box. Daar kan in zitten. Brood en gebak. Laten we hopen dat we er een gebakje in hebben zitten. De vorige keer was het niet zo. Toen hadden we echt alleen maar brood. Maar goed, dat nemen we maar op de koop toe. De drie hoogtepunten bij dit filiaal is vriendelijk personeel, goede waarde en heerlijk eten. Oké, okay, die is besteld. Vanmiddag ga ik hem ophalen. Nu eerst richting Den Haag. Als je je afvraagt waarom ben je hier, heeft te maken met een project wat ik ergens rond de lente ga doen. Over angst, over mentale gezondheid. Komt later, maar ik moest daarvoor hier naartoe. En gelukkig worden mijn reiskosten dus vergoed. Ben ik eventjes eruit en eventjes op een andere plek ook. Wat ik ook wel fijn vind. Maar goed, dit is een groot terrein trouwens, zo te zien. Volgens mij hoort het allemaal bij elkaar. Ik heb eten gekregen. Dat mag ik eten. Lekker. Een taartje. Is het een soort van viering dat we het gaan doen? Of gewoon... Wist je ook dat ik in de budget zat? Ja, dat wist je ook. Oh, dat wist je ook, oké. Ik was gisteren wel in de Albert Heijn. Toen dacht ik van, ja, we moeten wel iets meenemen. En dan is het leuk als het dan ook nog een beetje een bonus is. Ja, dat is wel waar. Je hebt ook in de bonus, dus het is ook nog goed. Ja, precies. Ja. Dat was een goed gesprek. Later meer over. Nu richting huis. Even eten. Al heb ik een stukje taart op. Wat erg lekker. Waar ik wel een beetje zin in had. Ik kan wel yoghurt met pindakaas eten. Hebben we niet iets anders nog erbij? Ja, ik kan ook oatmeal erbij doen, maar daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ik denk dat het yoghurt met pindakaas wordt. Voor morgen ga ik trouwens overnight oats met yoghurt maken, want dat werd tegen me gezegd dat het lekker was. Maar goed, dat kan nu niet meer. En ik heb nu trek. Dus ik ga dat nu dit maken. Maar dan weten jullie het. Als het goed is, heb ik dat morgen wel en dan ga ik dat eens testen. Maar dat komt in de volgende video, denk ik. Ik weet niet of in deze video... Nou, dan hebben jullie ook geen reet aan die informatie. Ja, het is wel een beetje karig. Ik zal niet dat er mensen zijn die yoghurt gewoon zo eten. Moet er wel iets in hebben. Je mist de banaan gelijk. Maar goed, heb ik in ieder geval wat. Een party pack. Ik weet dat er goedkopere chips is, dat weet ik. Maar dit vinden we de lekkerste. Dus ja, dat is keuzes maken. Wat wil je eten? Nou, wij willen lekkere chips. Goeie tip ook. Koop van deze dingen bij de IKEA. Die kan je hergebruiken en dan kan je alles goed mee dicht doen, waardoor het lang houdbaar is. Moertje stond aan de deur met Flevosap. Dat is wel echt lekker. Zin in. Dat is mijn favorietje, wil je ook? Ja, is goed. Wel fijn zo'n moeder in de buurt. Ja. Mijn vader stuurt niks op hoor. Nee. Lullig van je trouwens, pa. Volgens mij is het allemaal... Ja, het is allemaal uitverkocht. Alle boxen. De laatste was om 3:30 nog uitverkocht. Geen brood. Ja, een hapje. Ja, dus niet echt wat we verwacht hadden natuurlijk. Nee, maar dit had je ook niet gedacht natuurlijk. Toch? Jij wilde iets lekkers. Nou, dat heb je wel gekregen. Ja. Jij ziet ook overal nu dingen die we kopen, hè? Ja, maar de sealperiode.
Ik moet ook wel zeggen, ik zei het volgens mijn vorige video ook al. Ik vind het wel jammer dat ik nu niks kan kopen, afgezien van eten en de noodzakelijke dingen. Dat is echt jammer. Een haartje ook kunnen halen. Zo, nee, dat was echt dat heel wel leuk. Dat is goed uitgepakt. Ja, dat is heel goed uitgepakt. Nou, ik moet zeggen, mijn haar, ik heb er vandaag nog even... Het zit best leuk vandaag, ja. Ja. Dat we de slechtste beslissing van ons leven hebben gedaan vandaag. We? Ja, het is niet echt wat het moest zijn toch uiteindelijk. Ik had gehoopt dat we allemaal brood zouden krijgen. Wat krijgen we? Wel lekker hoor. Je hoort me niet klagen ergens, maar toch had we wel. Want dit is het enige brood wat we hebben gehad en het is een half brood. Op zich wel lekker brood. Maar we hebben wel eikoeken. Ik zie het er wel lekker uit, die donuts. Ja, die heb ik bij de test op en die vond ik wel oké volgens mij. Ik vind het een beetje karig voor die 5 euro. Ja, het is wel veel, maar het is natuurlijk, we zijn verspeeld door bakker Bart. Ben ik bang. Verspeeld? Toch? We zijn spoiled. Verwend, dat bedoel ik. Ja, dit is voor 5 euro, ja, het is lekker hoor. Maar het is natuurlijk niet heel erg een slimme besteding maar van het geld. Ga maar lekker even op jezelf. 5 euro. Nou ja, op zich als je er naar kijkt, is het natuurlijk, valt het wel weer mee. Want ik denk dat je 2 ton poezen zit je al aan 3 euro. 4 euro misschien al. Mm-hmm. En de donuts. Nou, 1,50 waarschijnlijk bij de bakker per donut. Ik wilde de laatste taste test doen voor deze video. Van mijn boterham. Lekker, maar de camera stond dus niet aan. Maar ik wist wel dat hij lekker was. Oké, tot donderdag.